Wat is dit nou weer? Gelukkig. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zondag. Ik ga straks de 10 kilometer tijdens de single loop in Utrecht lopen. Samen met de Subway Running Club. Maar voor het zover is, eerst ontbijt. Ik heb weer een wrap met avocado en ei. Oké, op dit moment is het echt een kwestie van so little time, way too much to do. Ik moet opschieten. Ik ga naar het station. Daar zie ik mijn vader. En dan gaan we samen naar Utrecht. Want dan krijg ik 40% korting. Mijn vader werkt namelijk bij ProRail. En daar zie ik iedereen van de Subway Running Crew. Want ik ga dus een Utrechtse single loop lopen in samenwerking met Subway. Er zijn 9 wedstrijden dit jaar die gesponsord worden door Subway. En 3 daarvan loop ik. 3 daarvan loopt Marit van Fit with Marit. En 3 daarvan loopt Laura Breide. En ik loop dus dit weekend de Utrechtse single loop 10 kilometer. Mijn auto lijkt wel zwart. Ik vraag me af of dit er ooit nog afgaat. Maar ja, ooit zal wel lukken. Maar dit is wel echt heel heftig. Het is natuurlijk echt iets wat je gaat doen als je haast hebt. Maar goed. Nee, ik ga hiermee stoppen. Maar ik ben in ieder geval blij dat het er nog wel afgaat. Maar zie dan, dit is toch niet normaal. Het is inmiddels een trein tussen Den Haag en Utrecht. Ik heb een mederenner opgeduikeld onderweg. Wat ga je lopen, Pop? Eerst ga ik eens kijken hoe het allemaal een beetje gaat. Maar ik probeer ergens rond 5 te kijken. Ja, ik probeer rond 50 denk ik uit te komen. Moet ik bij jou in de buurt blijven? Ik heb een theetje. Altijd ook een theetje. Ook al had ik veel liever koffie gehad. Maar moet verstandig zijn. Ik heb een vader bij me, dus ja. Dan moet je wel. Gaan lopen? Oké, we zijn inmiddels een uur verder. Ik heb redelijk wat stress gehad om hier op tijd te komen. Want we waren ook niet op tijd. We zaten iets te relaxed thee te drinken. En we hadden ietsjes niet goed bedacht hoe ver het eigenlijk lopen was vanaf het station. Voorbereiding had iets beter gekund. We lopen nu naar de start. We lopen dan een gedeelte van de Subway Running Club. Zo'n groot gedeelte is ook al naar de start, maar ik moest weer even naar de wc natuurlijk. Natuurlijk. Dat kun je inderdaad niet voorkomen. Oké, we gaan bijna van start. There we go. We zijn inmiddels 4 kilometer gelopen. Het is zwaar. Vooral last in mijn hoofd. Dat is echt ontploffen. Dus ja. Oké, het gaat echt niet meer. Ik wacht even tot mijn vader voorbij komt. En dan loop ik het laatste stuk met hem. Misschien dat hij me kan motiveren om door te lopen. Ik heb het gevonden. Halleluja. Hey, het gedaan. We zijn klaar. De eindsprint was voor mijn vader iets heftiger dan voor mij. Maar ik had het zonder mijn vader niet uitgelopen, denk ik. Bijna Subway gevonden. We zijn inmiddels al 50 minuten gefinished. Dus ik denk dat ik echt sneller gelopen dan ik. Veel sneller. 50 minuten. En een beetje. Ik heb het ook naar New York. En als jij wil sponsoren voor Kika, ik laat wel even de link achter in de descriptie. Ik heb zo trek in het broodje. Ja? Wat heb jij besteld? Tonijn. Ik heb teriyaki kip, ik ook. Ja. En jij? Ik heb ook teriyaki. Ja, en jij? Ik ook. Heel veel eiwit zitten daar, volgens mij. Dat is goed voor herstel. Met avocado. Ik ben inmiddels weer thuis. Oké. Wat is dit nou weer? Sluikreclame. Jezus. Oké, ik ben thuis en ik ben met mijn ouders. Het gaat gelukkig iets beter in mijn hoofd. Ik heb ibuprofen genomen, ook al wil ik het liever niet. Maar ja, nood breekt wetten. We gaan zo lekker eten. Hoe laat gaan we eten, mam? Oké, nou goed, ik heb honger. Volgens mij eten we kip met zoete aardappel en sla. Ben je moe of zo? Wat heb je vandaag gedaan? Oh, dat is zeker een spoiler alert voor je vlog. Nou, wat heb je, hoeveel heb je gelopen vandaag? 14. Mag nog? Ja.
Wat heb je gedaan? Nou, toen is gewoon. Is die nu helemaal schoon? Ook van binnen? Nou, dat lag je niet. Oké. Okay. Je kon niet eens naar de ramen kijken. In het donker is het helemaal verschrikkelijk. Ja, het is gevaarlijk. Ja, het leert glas heeft ze. Wauw, hij blinkt gewoon zo schoon is die. Thanks, pap. Even voor de goede orde. Ik heb dus niet aan mijn vader gevraagd of hij mijn auto wilde wassen. Hij heeft het gewoon uit zichzelf gedaan. Ik was boven bij mijn zusje. En toen kwam ik beneden. Toen zei mijn moeder, je vader is je auto aan het wassen. Yep. Thanks, pap. Het is inmiddels 10:00. Ik ga mijn make-up eraf halen. Voor zover dat er nog niet af is. En dan ga ik lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.